Naar de quarantaine. Daar zit Citra. Ze zit nu ongeveer 2 weken bij ons, bij Aap. En ze heeft haar eerste medische check gehad. Het gaat goed met haar. En ik ben nu op weg om met Gijs, de verzorger, te gaan praten over haar samenvoeging met Kras. Nou, ik hoop uiteraard dat het goed zal verlopen. Ik verwacht, omdat Citra een sociale achtergrond heeft, zij komt uit een grotere groep, dat zij weet hoe het sociaal werkt tussen dieren onderling. En omdat Kras nog een heel jong dier is, verwacht ik eigenlijk dat dat zonder problemen zal verlopen. Maar je weet het natuurlijk nooit. Ik hoop eigenlijk dat het relatief goed gaat gaan. Ja. Ik verwacht het wel. Maar ja. Hij heeft natuurlijk niet zoveel ervaring, maar dan verwachten we, omdat zij meer ervaring heeft, dat zij hem een beetje onder de hoede neemt. Want weet jij iets van zijn karakter? Heb jij iets van... Ik heb het gevraagd en eigenlijk hadden ze geen speciale dingen. Nee, in de ideale situatie hebben we dus een neutraal verblijf waar dat twee dieren samengevoegd worden. En dat betekent dat er dus geen geur is van geen enkel van de beide dieren. Het is hier dus niet mogelijk omdat Citra nog in quarantaine zit en we dus beperkt zijn met het verplaatsen van haar. Hier momenteel gaan we dat proberen te omzeilen door gronden schoon te maken en verse takken erin. En op die manier proberen we het toch een beetje neutraal te maken, zodat het niet helemaal haar territorium is. Ja, het liefst weer natuurlijk een neutraal verblijf, maar wat je al schreef, dit is het verblijf dat we hebben en anders hebben we eigenlijk geen andere mogelijkheid. Nee. Dus dan kunnen we hem gaan gebruiken, maar dan moeten we van tevoren zorgen dat alle geurmarkeringen weg zijn. Wat we nu al aan het doen zijn is geur uitwisselen. Het enige probleem is, we mogen dus niet van Citra naar Kras. Nee, het kan alleen van Kras naar Citra. Ja. Hey, we staan hier bij de zoogdierafdeling, dat is ook waar Kras woont. En we gaan uit het verblijf van Kras gaan we een doekje halen met zijn geur op. En we gaan dat in het verblijf zetten van Citra. En op deze manier gaan we haar proberen gewoon te laten worden aan de geur van Kras, zodat ze al een beetje hem leert kennen. Zo, ik heb nu het doekje met de geur van Kras en nu gaan we terug naar Citra in de quarantaine. Zo, we hebben net het doekje gegeven aan Citra, we hebben ook gelijk even de lunch gegeven. En nu is het afwachten om te kijken hoe ze op gaat reageren. Zie je daar iets? Ja, ik heb gisteren toevallig nog een doekje verplaatst en zij gaat er dan op zitten, maar ik zie geen echte reactie erop. Okay. Maar goed, ze neemt de geur van de Kras dus wel op. Ja, dat is belangrijk. Ja. En dan volgende week dinsdag. Ja, is goed. Ja, het is fijn om wat 's ochtends wat voor te bereiden en misschien ook al op bij te geven. En dan rond een uur of 11. Vragen dat gaan wij dan zorgen dat Citra weggevangen wordt en dan hij deze kant op komen rond 11 uur, zodat dat alles klaar staat. Nou, Gijs, dan zie ik je dinsdag. Ja, spannend. Kijk er naar uit. Ik ook, inderdaad. Benieuwd. Tot dan. Yes. Doei.
Als het van beide kanten meteen positief is, dan wacht ik niet langer. Hij heeft het ontbijt gehad en een stukje post. Top. Goed, de collega's van de zoogdierafdeling hebben kras net gevangen, dus we zijn nu onderweg naar de quarantaine om kras te laten kennismaken met Citra. Alles buiten de bovenste laag is volledig nieuw of schoongemaakt. Ja, oh top. En al die takken en alles is, dat is allemaal nieuw. En de plekjes waar zij veel zat, die zijn er ook uit. Dus de nestjes en dergelijke, die zijn... Alles qua stof, nestjes, slaapplekjes, dat is allemaal nieuw. Ja. Allemaal neutraal. Nou, tof. We staan nu voor het verblijf van Citra. We hebben haar even apart gezet, zodat Kras kan wennen aan het verblijf. En pas als hij gewend is aan het verblijf, dan gaat Citra erbij. Spannend. Ja. Dus nu mag ik ben hem al kwijt. Hij zit daar tussen de bamboe. Oh ja. Rechts boven het huis. Maar nu een kwartiertje gewoon worden. Want je hebt haar er ook vlak voor uitgevangen voordat... Vanochtend. Ja. Nou, we gaan nu kijken of er interactie is tussen de twee. En even afhankelijk van de reactie gaan we Citra terug toegang geven tot het hele verblijf. Maar even afwachten tot de interactie positief is. Als zij Karel niet leuk vinden door het gaas heen, dan gaan we ook niet, gaan we hem niet open trekken, ook niet open doen. Thank you.
Nou, we staan hier nu bij het verblijf van Citra en Kras. Ik heb ze net Arabisch gehom gegeven. Dat eten ze in het Weld ook heel vaak. Dan gaan ze met de scherpe hoektanden kleine sneetjes maken in de schors van de bomen. En dan vloeit het sap van de bomen daaruit. En dat is heel voedzaam. En je ziet ook dat ze het echt heel fantastisch lekker doen. En eergisteren hebben we ze samengezet. De eerste uren spendeerden ze niet zo heel veel tijd echt met elkaar. En daarom hebben we ook nog voor de eerste nacht hebben ze elk een eigen plekje gegeven. En gisteren zijn ze dan terug opnieuw samengezet. Dat ging alweer een stuk beter. En hebben ze ook de eerste nacht samengebracht. En vandaag is eigenlijk dag 3 van de samenvoeging. En eigenlijk gedurende de dag heeft Kras Citra al verschillende keren gevlooid. Dat betekent echt dat ze elkaar echt heel erg leuk vinden. En ook Kras ook weet hoe hij dwergzijdeaapje moet zijn. En dat is wel leuk om te zien. We wisten natuurlijk dat hij uit een hele jonge leeftijd van zijn ouders is weggehaald. Sinds die tijd heeft hij eigenlijk nooit contact gehad met het soortgenootje. Dus we zijn heel blij dat ze elkaar gevonden hebben. Thank you.